We kunnen eigenlijk zien dat in de afgelopen 10, 15 jaar er echt veel meer onderzoek is gedaan naar wat groen kan betekenen voor je gezondheid. En wat we daar eigenlijk vooral in terugzien is dat groen belangrijk is voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Dus je voelt je gewoon gezonder als je meer groen in je woonomgeving bijvoorbeeld hebt. En mensen hebben bijvoorbeeld ook minder mentale gezondheidsklachten, zoals depressie of angststoornissen. Groen doet voor heel veel mensen goed, alleen wellicht net even vanuit een ander perspectief. Zo zitten wij hier op landgoed Willebrodes. Daar zit GGZ Noord-Holland-Noord. En hier zet ik groen in als middel voor ontmoeting. En ontmoeting is het middel tegen stigma. Een tijd geleden heb ik dus een iets minder leuk verhaal gehad van het leven. En ik ben meer in het groen gaan kijken. En ik kom ook meer achter dat het groen meer helend is. Het zien van het, wat om me heen is. De bomen, de bloemen, de planten. Het geeft een heleboel positieve uitwerking op de mens. Al het groen hier, de manier waarop het ontwikkeld wordt, willen we ook komen tot een soort healing environment, waar het goed is om te wonen en te werken en te verblijven. We hebben hier op het terrein meerdere werkplekken. En waarom ik zo graag in het groen werk, is omdat ik zie dat de combinatie van het buiten zijn en het verzetten van echt fysiek werk mensen heel veel voldoening geeft. Als je samen een klus klaart, en zeker als het een zware klus is of als je zoals hier een mooie oogst hebt, dat verbindt gewoon, dat kun je zien. En daarom is het een prachtig middel om mensen lekkerder in een veld te laten zitten. Ik ben er zeker van overtuigd dat dit soort plekken, een meewerktuin, waar mensen van binnen en buiten de GGZ elkaar ontmoeten, uiteindelijk mensen echt een stuk verder gaat helpen. We weten dus eigenlijk steeds meer over het belang van groen voor de gezondheid. En als je dat wilt toepassen in de praktijk, kan je eigenlijk een beetje grofweg twee dingen doen. Je kan ervoor zorgen dat mensen vaker naar de natuur gaan. Of je kan ervoor zorgen dat je de natuur of het groen naar de mensen brengt. Als je het eerste wil doen, dus mensen naar de natuur wil brengen, nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan met groepen te wandelen in het groen. Met gezond natuurwandelen gaan we met een groep de natuur in. Dat doen we dan een uur lang. Elke week, vaste tijd, vaste plaats. En we hebben tijdens de wandelingen één of twee keer een natuurmomentje. Dat is eigenlijk om de mensen bewust te maken van de natuur. En ook het draagvlak voor natuur, biodiversiteit te vergroten. En we doen ook die natuurmomentjes in de hoop van dat mensen daardoor vaker de natuur ingaan. Wat natuurlijk ook goed voor de gezondheid is. Tijdens de wandelingen wordt er uiteraard veel gekletst tussen de deelnemers. En om die reden zijn we ook aangesloten bij het platform 1 tegen eenzaamheid. Omdat wandelen in de natuur, een hele laagdrempelige manier is om andere mensen te ontmoeten. Als ik een voorbeeld moet geven van groen naar de mensen, dan gaat het eigenlijk over het vergroenen van de plekken waar mensen het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Dus dan heb je het over vergroenen van de werkplek bijvoorbeeld. En als je bijvoorbeeld aan kinderen denkt, zou je al kunnen denken aan het vergroenen van de kinderopvanglocaties, vergroenen van schoolpleinen. En zo maak je het eigenlijk wat gebruikelijker dat mensen in hun gemiddelde dag ook gewoon genoeg aan groen worden blootgesteld. We zijn een tiny forest aan het planten en we gaan eigenlijk een minibos aanleggen ter grootte van een tennisbaan. En dat minibos dat groeit eigenlijk binnen een paar jaar tijd flink de hoogte in. En kan ook gebruikt worden als buitenleslokaal. Dus leerlingen gaan ook les krijgen buiten hier in de Tiny Forest. De bedoeling is dat er totaal 4 van deze kleine bosjes komen in Den Helder. Elke wijk krijgt zijn eigen Tiny Forest. En dat zal komend jaar zal dat uitgerold worden. Als we groen willen inpassen en als we een groenere samenleving willen, dan is het belangrijk dat dat niet alleen bij de groene sector blijft liggen, maar dat ook eigenlijk andere sectoren gaan kijken hoe zij hun doelstellingen kunnen bereiken door de inzet van groen. We staan hier op de daktuin van de zorginstelling Pennemes, een zorginstelling die veel doet met groene innovaties. De daktuin heeft eigenlijk verschillende functies. Allereerst is het natuurlijk gewoon een groene buitenruimte waar mensen kunnen wandelen, de pluktuin in, op een bankje kunnen zitten, een gesprek hebben. Voor personeel en vrijwilligers merk je, ja, ze werken of ze zijn bezig in een gezonde omgeving en dat heeft eigenlijk ook een positief effect. Het mooie van de daktuin is eigenlijk ook dat hier en de bewoners en het personeel, de vrijwilligers, de wijk, de kinderen, allemaal samenkomen en elkaar ontmoeten. Voor ons is het belangrijk om hierin
het contact te leggen met mensen van buitenaf, van organisaties. Ook omdat we natuurlijk willen stimuleren en laten zien van dit is mogelijk en het is niet iets wat extra kost, maar eigenlijk wat extra oplevert. Wat mooi is aan groen, wat inderdaad al een heel krachtig instrument is om in te zetten voor de gezondheid, is dat het ook tegelijkertijd bij kan dragen aan andere doelstellingen. Te denken valt aan de doelstellingen rondom duurzaamheid, klimaatbestendigheid. Als we allemaal stukje bij beetje een beetje gaan investeren in het vergroenen van onze leefomgeving, kunnen we ook aan die doelstellingen bijdragen.